Op het eerste gezicht verwacht je het niet. Ik stond er verbaasd van dat het mogelijk is. Maar de heilige Bernadette en Maria komen hier uit de printer. Dat is voor onszelf ook zeker een bijzonder projectje. Waarbij we natuurlijk heel, zeker in de scanfase heel voorzichtig moeten zijn om het beeld niet te beschadigen. Het is wat anders dan een reproductie of een kapot onderdeel wat wij opnieuw produceren. Vrijwilligers van Kruis en Kapelle stonden voor de opgave om de Lourdesgrot in Beringen te restaureren. Ze moesten echter op zoek naar nieuwe beelden voor de grot, want die werden niet meer uitgeleend. Want we mochten de originele beelden konden we niet gebruiken, omdat ze te dierbaar waren voor de mensen die ze in bezit hadden. Eenmaal geprint en in elkaar gezet, werden ze geschilderd. En zo ziet niemand meer dat deze beelden gewoon uit de printer komen. Dat ze uit een ander materiaal bestaan dan het oorspronkelijke, ja, dat doet aan het bekijken, het zien van de beelden, niets af. Dus ook grote kunstwerken worden wel eens voor de veiligheid nagebootst. Omdat ze dan niet gestolen worden, omdat ze minder waard zijn. En dat is bij ons eigenlijk ook het geval. Even dachten ze ook om een 3D-effect op Maria te plaatsen. Zodat het lijkt dat er ook hier een wonder heeft plaatsgevonden. Maar zover gaan we niet om wonderen te laten verrichten. We gaan ervan uit dat als het eens keer zou gebeuren, nou, dan zou het wonder van de eeuw moeten worden, denk ik. Een traan uit een 3D-print. Ja, uit een 3D-print.